op en neem. Al mot ik krupen. Marlies, kijk uit op die hoge hakken. Ja, jongen. Ik bedoel, hi. No bless of leaders. Ik ben het ook leuk. Hi. Hoe is het met je? Goed, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Dankjewel. Bovenop deze stevenstoort. Prachtig, hè? En ook zo'n mooi weer erbij. Ja, hoe lang is het geleden dat je hier stond? Ik denk toch wel een jaartje of 8. 8 jaar geleden. Ja, zoiets. Ja. Nou, we staan hierbij, hè, hoe je hier binnenkomt of buiten komt. Ja. We lopen even die kant op, dan gaan we even in de zon staan. Dat is prima, lekker. Ja, oké. Okay. Gaan we doen. Ja. Ja. Geboren in Nijmegen. Jazeker, geboren en getogen en eigenlijk nooit de stad uit geweest. Nooit? Nee. Geboren waar? Nijmegen-Oost. Oh, dan moeten we die kant op. Ja, moet je die kant op kijken. Ja. Dan moet ik zeggen waar ik geboren ben. Daar heb ik maar heel kort gewoond. Dat was in een van de zijstraten van de Groesbeeksweg. Kort daarna zijn we naar Hengsel verhuisd. En weer kort daarna zijn we naar Van het Zandstuin verhuisd. Ja. En daar heb je eigenlijk gewoond totdat ik ging trouwen. Ja, Hengsel. Ja, Hengsel, Nijmegen-Oost. Nijmegen-Oost. Ja. Daar op school gezeten? Ja. Lagere school? Ja, Christus Koningsschool. Meisjesschool, hè, nog. Meisjesschool. Ook naar de Montessori Kleuterschool daar geweest. Ja. Die zat er tegenover. Direct daarna zat een jongetjesschool, de Jozefschool. Ja. En dat is in die jaren altijd gescheiden gebleven. En toen ik van daaruit naar de middelbare school ging, toen kwam ik terecht op Mater D aan de Bergendalseweg. Mater D, ja, bij de Lobben. Bij de zusters Ursuline inderdaad. Ja. En daar was het weer echt een meisjesschool. Ja. En het laatste jaar, ik heb daar 6 jaar op school gezeten. En toen ik dus begon aan het 6e jaar, het laatste jaar van mijn opleiding daar. Toen kwamen in de eerste klas de jongens van het Canisius College en begonnen ze dat te mengen. Dus dat heeft ook 6 jaar geduurd voordat het totaal jongens, meisjes was, de verhouding. Toen trouwen, werken? Ja, toen kwam ik van school en ik had het gymnasium Alfa gedaan en ik wist eigenlijk niet wat ik zou gaan studeren. En ik had ook eigenlijk niet zo'n zin om te gaan studeren, want ik had toen al een vriendje. En dat vriendje was toch wel een aantal jaren ouder dan ik. En ik dacht, ja, als ik nou nog 4, 5 jaar ga studeren, dan is dat vriendje straks weg. Want die werkte al. Natuurlijk een hele verkeerde keuze. Daar wil ik wel even voor waarschuwen bij de kijkers. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Je moet aan jezelf denken. Dus toen ging ik nadenken, wat kan ik nou snel doen? Want je moet natuurlijk wel een beroepsopleiding doen. Ben ik naar Schoeffers gegaan, een jaar. En vervolgens ben ik bij het Radboud Ziekenhuis als medische secretaresse aan de slag gegaan. En je had gymnasium gedaan? Ja, nou dat was ook een mooie, natuurlijk. Ja, dat snap ik wel dat je dat zegt. Maar toen ik dus van school ging en naar Mater D ging, toen was er een hoogleraar Prik in het Radboud Ziekenhuis. Wel vermaard hoor, berucht en beroemd. Okay. En die belde 1 keer per jaar de rectrix van Mater D op en dan zei hij, heb jij nog meisjes die niet gaan studeren? Want die man, die wilde, omdat hij natuurlijk in het medisch vak zat, wilde die dolgraag secretaresses hebben die Latijn en Grieks kenden. En toen zei hij mij, ja, we hebben er wel één, maar die moeten eerst naar Schoeffers. Ja, maar laat ze bij mij langskomen. Nou, en eigenlijk ben ik direct vanuit Schoeffers ben ik bij hem gaan werken. Vind je dat zo, hoor? Gymnasium? Nee, ja, weet je, kijk, ik vind altijd, je moet kijken naar wat het je gebracht heeft. En het heeft mij een hele fijne carrière in het Radboud Ziekenhuis gebracht. En elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom.
We hebben wel eens na 20 jaar of zo een reunie gehad van die klas, van die eindexamenklas van Mate D. En dan zag ik hele succesvolle vrouwen, kinderrechters en mensen die op het ministerie hoge functies hadden. Maar ik zag ook een heleboel gesjeesde studenten die eigenlijk met de ziel onder hun arm liepen. En dan dacht ik, oh, ik heb zo leuk werk. Want ik had altijd zo verschrikkelijk leuk werk in het Radboud Ziekenhuis. En het is een grote organisatie, dus daar kun je een mooie carrière maken. En zo ben ik toch uiteindelijk opgeklommen naar facilitair manager. Dat is toch niet verkeerd, toch wel? Nee, is niet verkeerd. Eens kijken, Hengstel? Ja. Maar je woont niet meer in het centrum. Ik ben in het eerste begin in Neerbos-Oost komen wonen. Op een maisonnette aan de Parkenstraat. Daar heb ik niet zo heel erg lang gewoond. En toen na een paar jaar hebben we uiteindelijk toch gekocht. En dat was dan toch weer een stapje verder. Nog weer zeg maar de brug over. Want dan kwam je in Lunderhol terecht. Lunderhol, ja. Maar liefst. Het alternatief was het Van Dungen terrein. Dat weet ik nog. Over heb het kanaal heen. Ja, maar ik had graag natuurlijk bij Van Dungen willen wonen. Hè, aan de Groene Straat. Ja. Daar werd gebouwd. Maar daar waren veel meer liefhebbers voor die huizen. Dan dat er huizen waren. En het ging op loten. En ik ga ervan uit dat dat allemaal eerlijk is gebeurd. Wij kwamen niet in aanmerking. Dus wij zijn naar Lunderhol getrokken. Ja. Je woont er gelijk, hè? Ja, ik woon er prachtig, dat moet ik zeggen. Ik dat knap bomen eruit, zag ja, ik op precies. Facebook bij je. Ja, klopt, ja. Maar wel lekker aan het water, heel rustig, echt een mooie plek. Maar ik moet je zeggen, mijn zoon die heeft een paar jaar, tot twee jaar terug, heeft hij hier in de Lange Heerselstraat gewoond, op een appartement. En zoals dat gaat bij zonen en jongens alleen, die poetsen niet zo heel erg hard. Dus dan ging moeder wel eens af en toe een keertje poetsen. Maar ik kon er niet blijer van worden dan wanneer het dit weer was. Dan die ouderwetse schuiframen omhoog, even met de kop naar buiten, even die stikken of die Heerselstraat afkijken. Dan kwam dat geroezemoes omhoog en dan dacht ik, ja, dit is toch wel een plek. Hier zou ik ook kunnen wonen. Ja. Ja, wie weet wat ik erover zeg. Ja. Maar lief, ja, de meeste mensen carrière natuurlijk ergens anders van. Ja, dat denk ik wel, ja. Het showtheater. Het Nimwich showtheater. Hoe lang heb je dat nou gedaan? 18 jaar. 18 jaar op de planken gestaan. Was... Uitverkochte zalen rond de kerstvieravonden in de Schouwburg. Klopt. En dan praat je echt dat heerlijke, geweldige... Het echte, ordinaire Nimwegs, maar die echte Nimwegse A, die kwam er, die rolde er zo uit. Ja. Daar hoef ik geen enkele moeite voor te doen, want dat is mijn tweede natuur. Hoe kwam dat? Ik had een opa en een oma die allebei ras-echte Nijmegenaar waren. En mijn oma, die kwam uit de Heeselstraat. Hoe mooi kan de kring weer zich sluiten, hè? Uit de Heeselstraat later heeft ze, toen haar vader overleed, toen werd het allemaal wat minder. En toen is moeder naar de Bottenstraat, dat is weer een zijstraat van de Heeselstraat, verhuisd. En mijn oma was echt een ras-echte Nimwegse. En vooral in het vuur van het betoog, nou, dan kwam er wat uit. En wij vonden dat prachtig. En mijn ouders waren daar natuurlijk niet zo van geïnteresseerd. Dus die zeiden altijd, moeder, Nijmeegse. Sowieso kwam mijn moeder uit Groesbeek. Mijn vader was een Nimwegeneur, die had het... Nou ja, die sprak het af en toe ook wel een beetje. Die wisselde het ABN met het AB Nimwegs af. Maar we kenden het daar dus wel van. En het mooie van dat dialect vind ik altijd... dat je er zoveel meer in kunt zeggen en mag zeggen tegen mensen... dan wanneer je dat in het ABN zou doen. Dat merkten wij in die voorstellingen ook. Wij hebben mensen op de hak genomen. Nou, dat weet je zelf ook. Je bent er wel eens bij geweest. En toch, als je dat in dialect doet... en misschien ook nog een raar hoedje of een pruik of een bril op... dan mag dat. Maar toen ik in de Randbouw ging werken... en ik hou natuurlijk wel van een feestje en een lolletje. En ik was altijd al van de grappen en gollen. Dus als daar iets te vieren viel, een jubileum of weet ik veel wat. Dan zei ze, oh, je doet toch wel wat. En vaak ook in het Nimwegs. Dus dat hield het wel levend, hè. Ja. En toen kwam Leo van Stijn op mijn pad. Ja, en toen floreerde het als nooit tevoren, mag ik wel zeggen. Ja. Je zegt ook floreren. Ja. Ja, op een gegeven moment is het over. Dat soaptheater. Ja. Ja, dat is niet leuk overgegaan. Daar ben ik heel eerlijk over. Ja. Wij zijn gebrouilleerd uit elkaar gegaan. En dat is nooit leuk. Want ik heb echt 18 fantastische jaren gehad met het soaptheater. Het heeft voor mij deuren geopend van theaters, van gelegenheden waar ik anders nooit gekomen zou zijn. Het heeft mij publiek bezorgd wat ik nooit gehad zou hebben. Ja. Dus daar zal ik nooit op afdingen. Dat vind ik een rijkdom, dat vind ik een cadeautje in mijn leven. Uh-huh. En ik heb ook altijd gezegd, Leo is een fantastische creatieve man. Die heeft zoveel talent. En mee samenwerken was een ander verhaal. Uh-huh. En dat gaat in het begin allemaal goed, want je doet het vreselijk graag en je slikt dus wat. En soms dan geef je wat toe en dan gaf hij weer wat toe. Maar op laatst, ja,
ging, ging het meer. Gewoon niet meer. Het ging was op, de koek ja, was ja. gewoon echt letterlijk op. Huh? Maar ze heeft me altijd pijn gedaan. Ja. Ja. Het gaat, zo, ja, het gaat wel door. Hè? Dus ja. Rianne en jij zijn ermee gestopt. Nou, meer. Zijn er meer mee gestopt? Ja. 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 Zou het ooit nog een keer goed komen? Nou, wie weet, als die aan de andere kant van de toren staat en jij zegt, zullen we eens even kijken wie hier om de hoek staat, dat weet je niet. Weet je, na een paar jaar... Ik heb Leo op mijn lijstje staan ook ja. om een keer hier ja. te zijn. Hè? Want ja. Ja, je kunt zeggen van Leo, natuurlijk, inderdaad. Dat ben ik hè? Gewoon. Ja, het is een man die ontzettend veel liedjes geschreven ja. heeft. Hij komt uit dat deel van die echte oude Nederlandse stad. Hij komt uit de grote stad. Aardappelhandel. Ja. Ja? Ja. En ik wil hem ook wel eens graag hier hebben. En ja. ik zal hem diezelfde vraag stellen ja. van Leo. Komt dat ooit nog wel een keer ja. goed? Want, ja. ja, jullie waren weet toch wel een aanwinst voor de stad, ja. hè? Nou, weet je wat het is? Kijk, als, dat weet iedereen. Als je een conflict hebt met iemand, dan loopt dat op een gegeven moment huizenhoog op. En dat leidt of meteen tot een verzoening of tot een breuk. In dit geval leidde het tot een breuk. Ja. En dan nemen gedane zaken ook geen keer. Nu, zoveel jaar later... Denk je ook wel eens bij jezelf van, had het gelijmd kunnen worden? Was het de moeite waard geweest om door te gaan? Als ik de mensen die ik in de stad tegenkom mag geloven, dan is dat wel, was dat de moeite waard geweest. Want die zeggen allemaal, oh, we missen jullie zo. En wat was het toch altijd leuk. En jullie waren net één grote familie die op de planken stond. Mm-hmm. Na ons vertrek, en het was een flinke deel van de groep hoor, 4 of 5 spelers zijn weggegaan, een aantal muzikanten. Toen heeft hij in diverse samenstellingen nog een aantal jaren gewerkt. Daar, ja. En nu zit eigenlijk nog maar één van de oorspronkelijke spelers erin. En dat is Evie van de Heuvel. Mm-hmm. He, de zagerijn zoals wij. Ja, 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 ja. En de rest is allemaal nu vertrokken. En ja, je hoort dan toch, kijk... Waarom word je zo goed? Omdat je 18 jaar ja, met heel ja. veel discipline... 2 avonden in de week, hè, van 8 tot 11 repeteerden wij. Daarnaast deden we dan nog de nodige voorstellingen. Dus het was bijna een baantje erbij. Ja, ja. Maar een geweldig baantje. Nogmaals, ik kijk er met heel veel plezier op terug. Ik ben niet trots op die breuk. Maar het was op dat moment niet te vermijden. Nou, wie weet. Wie ja, je weet het niet. Weet, dat hè? Wil niet zeggen dat ik daarna nooit meer op de planken nee, heb gestaan. Nee, want ik zag je wel eens... Hè, ja, recentelijk nog Café Goosjes, een reunie ja. van de Slurvers. Ja. Met oude beelden uit de Slurvers toen ze nog hoogtijd met carnaval ja. en Kongzittingen. Ja. Ja, dat ja. had je ook nog op met Rian. Ja, en ik zie klopt. Je wel eens hè, op de Radboud optreden. Ja. Dus het bloed kruipt ook nog steeds. Blijkbaar waar het niet gaan kan. Dus wij doen inderdaad, wij maken met z'n beide cabaret op maat. Dat doen we met veel plezier. Maar het is niet te vergelijken met het Nederlandse op theater. Ja, ja. Het is gewoon van een andere orde. En het is ook niet zo groot. En het is ook verrekte arbeidsintensief. Want als je op maat maakt, kan je het altijd maar 1 keer gebruiken. Ja. Ja. En toen heb je hebt ook nog eens een keer voor TV Nijmegen. Radio Nijmegen wat Nee, gedaan, beide. Beide. Ja. Toen wij dus, toen de soap wegviel, viel er echt wel wat weg. Ook qua tijdsbesteding. En op een zeker moment... Ik weet niet eens meer hoe we daarbij terechtkwamen. Maar toen werden we gevraagd, Rian en ik, of wij niet een onderdeel van een programma wilden gaan verzorgen. En dat was het programma Uit met Marieke. Huh? En Uit met Marieke, dat behandelde de cultuur in Nijmegen. Dus dat die gingen naar festivals en concerten. Maar die stuurden dus ook die twee dames op pad. En in het begin zijn wij kunstwerken gaan bespreken, gewoon op straat. En dan vroegen we aan passanten van, weet u wat dit voorstelt? Weet u wie het gemaakt heeft? Wat heeft u er voor gevoel bij? Nou, dan kreeg je op zijn nimmers allerlei commentaar. Maar ja, dat was natuurlijk, voor ons was dat gesneden koek. Want als we iets wel kunnen, is het improviseren en meteen ad rem reageren. Dus dat leverde best wel leuke tv op. Maar toen we een beetje, zeg maar, alle standbeelden wel zo'n beetje hadden gehad en alle kunstwerken, toen zijn we meer naar ateliers en naar academies en zo getrokken. Nou, daar kwam op een gegeven moment ook weer een end aan. En toen ben ik inderdaad op zondagmorgen met John Koppens radio gaan maken. Kom eruit. Dat was de titel en dat was natuurlijk, dat had een dubbele bodem. Kom eruit, kom je nest uit. Maar ook van kom eruit, we gaan wat doen. Dus wij hadden daar uitgaanstips en we belden mensen op die wat te vertellen hadden. En dat heb ik ook een paar jaar gedaan, was ook hartstikke leuk. Ja, ja je zegt allemaal gedaan. Hè? Ja. Ga je weer zoiets oppakken of niet? Nou ja, ik weet niet of ik dat mag verklappen. Ik denk het misschien wel. Doe maar. Rianne en ik zijn vorige week op de redactie geweest bij Gerry van Kampen en Ruimond Jansen. En die hebben ons gevraagd van, zouden jullie niet weer wat voor TV Nijmegen willen doen? Je mag zelf bedenken het format en wat je erin wil gaan behandelen. Maar het lijkt ons zo leuk. Wel op zijn nimwees natuurlijk, want dat vinden ze dan weer wel leuk.
En we hebben gezegd, nou, het lijkt ons hartstikke leuk om te doen. We gaan over een format nadenken. En ik neem aan dat zij ons ook nog een klein beetje in zullen sturen. Ja. Als jij nog leuke ideeën hebt, Nee, ik stuur niet. Jij stuurt niet. Vooral jullie niet. Wij zijn ook niet te sturen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, jullie zijn niet te sturen wat dat betreft. Dus ik wens Gerry heel veel succes daarmee. Vond maar leuk dat je dat gaat doen. Nou, maar lief. Dus je hebt niet verloren voor het Nijmeegse gebeuren. Ja, even toch terug op die stad Nijmegen. Ja. Als je moet zeggen van nou, ik wil graag toch nog wel iets veranderd zien. Wat denk je dan aan? Ja, wat je zou willen, hè? Ik loop heel graag in de oude stad rond. En wat je graag zou willen is dat mensen wat meer van dat gedeelte, hè, die Burgstraat, wat meer naar die benedenstad worden getrokken. En je hebt hier straatjes waar nog hele mooie oude panden zijn, nog hele mooie oude winkelpanden. Ze sluiten weliswaar niet aan in, dus je kunt mensen niet door een hele mooie boulevard met oude panden leiden. Maar misschien kun je er een route van maken en dan moet die Waalkade, die moet wat mij betreft iets meer groen krijgen. Die moet wat meer verbonden worden, dus met dat is de benedenstad die een beetje naar de bovenstad getrokken moet worden, vice versa. Dat zou ook wel leuk zijn. Ja, daar discussiëren we al jaren over. Ja, hè? Weet je, vorig jaar liep ik op de Waalkade rond en toen was er zo'n pop-up store en die was volgens mij niet van de gemeente zelf, maar wel van mensen die ideeën voor de gemeente aan het verzamelen waren. En die hebben toen ook gevraagd van wat vindt u ervan en wat zou je er beter aan kunnen doen en hoe maak je dat toch een geheel wordt bij die stad? En ze hadden allerlei ideeën ook gekregen. Dat weet je, zeg maar via die kant daar. Hè, want je moet dan niet daar recht die grote straat aflopen. Eigenlijk moet je om de kerk heen lopen. Via de Ganzenheuvel. En daar moet je een beetje afdwalen. Daar zijn nog hele leuke oude straatjes. En dan moet je een route bedenken. Dat ze weer een beetje richting de horeca gaan. Want die mensen zitten er ook niet om vliegen te vangen. Ja, dan heb je volgens mij alles wat je hebben wil. Als je Nijmegen één woord mag typeren. Fantastisch. Oké. Hey, hartstikke leuk dat je er was. Graag gedaan. Blij dat je weer, ook weer in beeld gaat komen bij TV Nijmegen. Mensen met maar succes. En dat showtheater, dat gaat misschien nog wel eens een keer lukken. Je weet het nooit. Je weet het zeg nooit, nooit. Hé, Marlies, geniet nog even van het uitzicht. Loop even rond. Ja, ik ga een paar foto's maken als jullie het goed vinden. Ik vond het heel leuk dat je er was. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Oké, okay, meid. Ja. Tot ziens. Succes. Dankjewel. Okay. En jij succes met je programma. Dank je. Oké. Ik de rupen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven heuren slaan. Ja.